Wij zijn in hart en nieren echte NAC-fans en hun zijn in hart en nieren echt Willem II-fans. Maar de clinch gaat altijd super top. Hola, daar zijn we weer. Ken je dat? Lig je lekker relaxed op je strandbedje? Word je in één keer door zo'n klein Aziatisch vrouwtje kap in je kuit geknepen? Massage. De lokale middenstand hier, de Chinese lokale middenstand, die kunnen we ook wel een handje helpen. Die hebben het ook allemaal niet zo makkelijk en die doen het hartstikke goed, hartstikke lekker. Of staat er in één keer een hele grote Afrikaan naast je en moet je meer dan 100 kleedjes of horloges bekijken? Dat kan soms best wel irritant zijn, maar straks meer daarover. Maar eerst Franske de Brabander. Het was weer een feest in zijn café. Vooral ook omdat hij jarig was. Ja. Café de Brabander trekt natuurlijk veel Brabanders uit alle delen van onze provincie. En soms, ja, soms moeten tegenstellingen gewoon even aan de kant worden gezet. Op het strand hier in Torbellinos struikel je gewoon over de Brabanders. Het is druk hoor. Het is ook hartstikke warm. Mensen wel goed smeren, hè? Ja, dat doen we. Waar komen jullie vandaan? Kijk eens aan. Brabant goed vertegenwoordigd hier, hè? Klopt. En naast jullie? Tilburg. Die kennen wij zeker. Die hebben we 8 jaar geleden hier leren kennen op het strand. En ze blijven altijd terugkomen en wij ook. Dus aardige mensen. Top. Wij zijn in hart en nieren echte NAC-fans. En hun zijn in hart en nieren echt Willem II-fans. Maar de clinch gaat altijd super top. Ik hoorde dat jij van NAC bent. Nee, ik ben van Willem II. Hoezo dat dan? Omdat ik ben uit Tilburg gekomen en... Ik hou gewoon niet van Breda. Oei. Jij al. Kijk eens achter je. Jij bent de nakker. Ja, ik ben de nakker. Rond 76, dus een echte rat natuurlijk. Kan niet anders. Het gaat altijd wel goed. Maar super goede mensen en vriendschap is veel belangrijker als een beetje ruzie maken over voetballen. Gisteren was Jason Bouwman te gast bij Café de Brabander en de volkszanger maakt met zijn gezin een soort van zomertour. Overal waar hij komt, daar stopt hij om te zingen. En met een speciale actie voor een goed doel. Het doel is Mugo & Friends. En Mugo & Friends is een stichting wat zich inzet voor thuislijmziekte. Het zijn alleen kinderen die de ziekte hebben. En het is vervelend, je wordt gewoon niet ouder dan 30, 35 jaar en je kunt het niet krijgen. Je hebt het namelijk al. Dus ik vind dat mensen zich daar ook een keer voor mogen inzetten. Mensen zijn altijd bang om iets te kunnen krijgen en zetten zich daarvoor in. Maar ik zet me juist in voor iets wat mensen al hebben. En dat vind ik wel heel speciaal. En het geld dat we nu ophalen met de verkoop van de apen, dat gaat eigenlijk rechtstreeks naar het ziekenhuis waar onderzoek gedaan wordt om deze ziekte uit te bannen. Hij lijkt wel, hè? Ja, deze apen toeren eigenlijk overal met ons mee. En die hangen we overal op. En we hebben banners buiten staan en noem maar op. En ja, daarmee proberen we zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de stichting. Wat kost zo'n aapje? 8 euro kost een aapje. Je kan naar mucofriends.com kan je gaan, dan kun je ook apen bestellen. Maar je kunt mij natuurlijk ook volgen op mijn tour. Ik kom nog in Benidorm, ik kom nog in Barcelona, we zijn nog in Frankrijk. We zijn overal. En in Nederland kan je natuurlijk ook altijd bij me terecht. Mijn opa en oma. Die vond ik wel heel mooi om dat erop te laten zetten. Zijn je opa en je oma zo belangrijk voor je? Ja, dat is mijn tweede vader en moeder. Ik heb heel mijn jeugd ben ik daar doorgebracht. Die hebben eigenlijk maar opgegroeid. Dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Zeg maar, vond ik wel mooi om die erop te zetten. En lang over zitten twijfelen, zou ik het wel doen, niet doen. Maar uiteindelijk toch laten doen. Hoe lang hebben ze erover gedaan? Want het is een hele fijne tatoeage. Ik heb 2 dagen gezeten. Een dag per tijd. En nu voor altijd je opa en je oma bij je? Ik heb ze voor altijd bij me. Leven ze nog? Mijn opa niet meer, mijn oma wel. Mijn opa is 2008 overleden. Wat vond je oma ervan? Heel mooi. Ja, die wist het. Ze wist wel dat ik het ging laten doen, maar niet wanneer.
Dus toen kwam ik bij haar thuis en toen liet ik het zien. Ja, dat was huilen en ontroerd natuurlijk. Dus dat was helemaal mooi. Dan de venters op de boulevard en hier op het strand. Een zonnebril, een massage of een horloge. Soms best irritant, maar bij hen moet natuurlijk ook de schoorsteen gewoon roken. En het valt eigenlijk reuze mee hier in Torremolinos. Ja, de mensen moeten de werk doen, maar voor mij hoeft het niet. Nee. Ze plukken aan hun lijf en dat hoeft allemaal niet. Nee, dat zoek ik zelf wel uit als ze plukken. Nou, de lokale middenstand hier, de Chinese lokale middenstand, die kunnen we ook wel een handje helpen. Die hebben het ook allemaal niet zo makkelijk. En die doen het hartstikke goed. Hartstikke lekker. Lekker een beetje op het strand gemasseerd worden. Lekker in de zee. Heerlijk genieten. Sommige mensen vinden dat lastig, hè? Dat diegenen langskomen. Die verkopers en ook die dames die massages geven. Maar je hebt er geen problemen mee. Nee, want als je nee zegt, is het ook doorlopen en is het ook nee. Ook wij van Omroep Brabant moeten natuurlijk reclame maken. En dan zijn ze verrekte handig, hoor, die straatverkopers. Hollanda is goed. De prijs voor jou. Het is really not going for you. Is Hollanda, is good for you. We don't need it. For free. You. Yeah, for free. Thank you. Thank you. Come on. Hallo, Sherboy. Ja, maar niet van Brabant. Heb jij een raar shirt aan, joh? Oh, dat kunnen we. De pijn helemaal mijn Brabants ogen. Very nice, good guy. Ja, yeah. Very nice, yeah. Thank you. Morgen weer nieuwe belevenissen vanuit Torremolinos. Kijken zou ik zeggen op dit kanaal. Houdoe en gracias.